Ik ben Siem, ik ben 73 jaar. En ik ben begin maart, na 8 maart, ben ik ziek geworden. En toen na een week heeft de huisarts toch besloten om op te laten nemen in het ziekenhuis. En daar is toen na een paar dagen is daar corona uitgekomen. Het is voor mijn familie en zo is het heel heftig geweest allemaal. Ik kon niet op bezoek komen. Niks. Ik lag er met te liggen en ze hebben me kunstmatig in slaap gebracht en daar heb ik 12 dagen in gelegen. De specialisten hebben toen gezegd dat ze drie keer op punt gestaan hebben, van dat ze niet wisten van of ik de morgen wel zou halen of ik de avond wel zou halen. En ja, het zijn heel heftige periodes geweest. Ik ben Theo Kunders, werkzaam als onderzoeker bij GGD Hart voor Brabant. En we hebben een onderzoek uitgevoerd naar corona. Patiënten die verschillende dingen hebben meegemaakt naar aanleiding van opname of thuisquarantaine of iemand hebben verloren als gevolg van corona. En heb ik gekeken naar welke behoeften ze hebben in termen van nazorg. Ja, de reden waarom wij dit onderzoek gestart zijn is omdat wij het belangrijk vinden dat vragen die leven bij professionals of bij burgers rondom de publieke gezondheid, dat die op een goede manier worden opgepakt. Het werd bijvoorbeeld bij de GGD kwam het regelmatig voor dat ze in hun bron- en contactonderzoek merkten dat mensen nog met vragen zaten. Mensen die zelf corona gehad hadden of iemand verloren hadden aan corona. En eigenlijk niet goed wisten waar ze met die vragen terecht konden. Bij de mensen die in thuisquarantaine zijn geweest, viel vooral op dat ze in verwarring waren door verschillende berichten over wat ze nou wel en niet mochten doen tijdens die quarantaine. In het begin was er natuurlijk ook minder informatie over tijdens die eerste golf. Dus dat speelde wel een rol. Mensen hebben dan in die tijd ook wel steun gemist, soms van hulpverlening van huisarts of van andere kanalen, omdat ze het gevoel hadden dat ze aan hun lot overgelaten waren. Hè. Dus eigenlijk nergens terecht konden, niet naar de praktijk konden, omdat dat werd afgehouden. Voor mensen die opgenomen waren op IC's was vooral van belang dat ze, dat ze eigenlijk ook in onzekerheid verkeerden. Hè. Dat had grote impact of hun familielid, hun ouder of partner het wel zou overleven. Dus die onzekerheid die speelde natuurlijk een belangrijke rol en gaf veel angst. En bij de groep nabestaanden kun je zeggen dat mensen vooral behoefte hadden aan contact en informatie over hoe het ging met hun familielid die in ernstige kritieke toestand verkeerde. Ik heb niks meegemaakt, maar er zijn mensen bij die hebben een gigantische tegenslag gekregen doordat ze bewust meegemaakt hebben en daardoor psychische hulp nodig hebben, omdat ze het niet verwerkt kunnen krijgen. En nou, dat heb ik al vaker gezegd, van, ik heb er niks van bewust van meegekregen, dus waarschijnlijk heb ik daardoor er ook geen last van, maar dat weet ik dus niet zeker. En dat wilde ik graag ervaren in gesprekken met hoe dat met andere mensen was. Of hoe dat die ervaren hebben. Dus ja, als je dan als je dan die verhalen hoort, en dan ook van relatief jonge mensen, dan denk ik, ja, die mensen die hebben het veel erger dan ik heb. En het bleek dat best wel een aantal mensen die we gesproken hebben eigenlijk nog met vragen rondliepen. Niet eigenlijk de nazorg hadden kunnen krijgen waar ze wel behoefte aan hadden. En het bleek ook dat daar op dit moment eigenlijk niet een heel goed aanbod voor beschikbaar was. En toen hebben we dus besloten samen met de partners in dit onderzoek om voor een deel van de mensen die aan hadden gegeven dat ook te willen, lotgenotengroepen op te starten. Dus dat is gebeurd samen met slachtofferhulp. Nou, wat voor ons heel belangrijk was als bevinding van het onderzoek, was dat er op het sociale domein, zoals wij dat noemen,
dat men heel erg zoekend was wat ze aan nazorg moesten gaan organiseren. Alle organisaties wilden eigenlijk heel graag iets doen. En we merkten aan de andere kant dat het medische domein, dus de ziekenhuizen, de fysiotherapeuten, de huisartsen, ook op hun vlak een aantal dingen wel en een aantal dingen ook niet deden. Ik had dagelijks fysiotherapie, ik had ergotherapie, ik had logopedie en ik mocht 14 dagen eerder dan de geplande ontslagdatum mocht ik naar huis. De communicatie die was perfect, want mijn vrouw ook, die kon zo vaak bellen als ze wilde. Ze hadden 2, 3, 4 keer dagelijks contact met het ziekenhuis. En ze zijn er heel open in geweest, maar ook heel eerlijk. Wat heel mooi zou zijn, is dat we de kloof tussen het medische domein en het sociale domein gaan dichten. Dat we het medische domein en het sociale domein samen laten praten over wat belangrijk is voor de nazorg richting ex-COVID-patiënten en hun nabestaanden. Die twee partijen moeten met elkaar communiceren. Die partijen moeten met elkaar samen kijken van wat is er nu nodig om te organiseren. Het is niet dat het niet gebeurt, het gebeurt al op sommige plekken. En daar waar het gebeurt, zien we ook dat die twee domeinen met elkaar veel meer integraal kijken naar wat voor die nazorg van belang is. Dit is wat we echt met elkaar moeten gaan doen om tot een beter resultaat te komen.